En als je dan hier, dan, hij wil niet gegooid worden, hij wil ook niet, hij doet zijn kont achter, dat is een logische volging van, daar pak je hem een beet en zeg je, kijk, hier ben je iemand makkelijk, hier, alles aan het duidelijk, je tegen. Ik kan het nu dus niet doen, jongens, dat ook niet in de tijd training, want anders krijg je misschien een ongeluk van de boven elkaar valt. Ik wil dus alleen dit ook zien, hier om de deur komt. En die mag ook weer. Dat gaan wij doen. Zo. En ik hield dan de verdediging goed hoog. Want nogmaals, als je een goede schop krijgt, en die krijgt net voor je hoofd, of daar geen keer aan, ga je neer. Hoe hield ik mijn adem? Stefan, jij kan een filmmatje maken. Als ik tegen een kickboxer stond, en ik goed kon schoppen of ik hoofd kon schoppen, dan haal je je buiten weg. Op je elleboog. Kijk maar. Zie je? Kom ik al. Dus, verkeerde duidelijk. Zo zonder mee te vinden, wat ze ook als ze vonden, is met de handen voor. Met de handen voor het gezicht. Ik ben een goede kickboxer, ik pretendeer ik ook nog. Maar het is heel lastig, ook met kickboxen. Als je me komt, maar op het moment dat ik hier ga staan, tegen een kickboxer of tegen een jongen zijn, dat is een spelletje. Daar kom ik, een spelletje. Hier. Dus ik ging met mijn dekking naar ze toe, of zo, zo knuffel in. En dan komt het volgende. Ja, bedoel ik. Burg. Ja. Kusje. Kous. Weer. En mensen, als er iets niet lukt, vraag het gerust, hè. Je kan het ook aan Peter Adelaar vragen. Die loopt hier ook tijdens de sessie. Of aan Dennis Raven. Vraag het, nu heb je de kans. Ik was. Ik ga mezelf niet ophemelen. Ik was zo verkeerd door een heel schoen van de borstelen. En de judo. Ik heb heel veel natuurwedstrijden gemaakt. Daar gaan een paar duizend. En toen dacht ik van. Het was een nieuwe uitdaging. En destijds dat de sterkste man van de wereld, dat wil je zien. En je had een fantastische grote Engelsman. Deze door tapes. Een rode lijst zie je. Hij is sterk, als je hier. Wat vind je dit? Dat weet je niet. Laat hem zelf zeggen. Is niet belangrijk. Hij weet niet of ik hem wil zeggen hoor. Ik denk dat onze drie moeten we op te willen. Maar ik kan een sleur aan. En dan vurig mocht hem destijds niet. Dat is een voorbeeld voor de vliegtuig. Nou, aanklaar hebben we er ook niet eens geweest, die wat zulke aan. En ik denk nou, beter, ik krijg niet vast en beter omhoog. Toen zag ik op een gegeven moment daar een strijdvaart. Ik denk, hier moet ik hem hier. En toen ben ik hier gaan, naar voren. Naar voren. Zolang zo'n been gebogen is, dan moet je hem ook gebogen houden. Als je hem even de lengte geeft, dan trek je het been uit als het terug zit. Zie je, dan is hem kwijt. Ik trok hem naar voren en ik duw het gebogen. En hier is daar altijd overheen. Pak hem, stel het kant omhoog en hier zit. Kijk, die stond nog een keer voor me. Jij moet hem niet doen. Dus op het moment dat je voor hebt getrokken, blijf je omhangen. Houd het bij je gebogen. Overpakken. Dit is het moeilijkste van alles. Hier bij mij. Eigen polsdag. Goed, kom maar. Stop. Om die zo tegen zit. Zijn knie blokkeert, neem mijn rechterknie. Op het moment
dat ik verbijnd hier, dan tik ik hem echt hier, zie je? En daardoor valt hij voor. En hier gaan we. Rovijn. Als eerste op zijn knieën. Dus hier vandaag blokkeer ik hem, hier, hier, en daar trap ik hem al zwaar weg, of duw hem weg, met mijn rechter, zie, zie, doe het dan even. Zie? Techniek waar ik ook veel mee gescoord heb. En die gelegenheid doet zich zo vaak voor in free fight wedstrijden. En ik zie zo vaak dat de fouten gemaakt. En het is zo makkelijk om het goed te doen. En om het gelijk af te laten tikken. Is het volgende beenklem. Geef mij een mic in. Nou, ze bedoeling dat ik hem gelijk goed vast heb. Als ik kan misgrijpen natuurlijk, als hij heel snel is. Maar als ik hem goed vast heb, dan pak ik hem bij ze. Naar hiel en bij zijn vreef. Probeer eens los te trekken. Kijk, dit is vast. Als ik alleen zo zit, dan trek ik hem eruit. Terug. Dit is vast. Hier vandaan moet je uitkijken dat hij niet in je gezicht slaat, maar het makkelijkste is hier. Gewoon optillen. Gewoon optillen. Onder je oksel. Ik doe het heel langzaam. Ga hierop slaan. Ga rustig achterop. En waarom ga ik hierop staan? Want als ik het niet doe, dan gaat hij overeind zitten, dan ben ik hem kwijt. Dus ik ga hierop staan, het been, probeer eens overeind te komen, coach. Je kan ook nog hier met je been. Nou, is het heel belangrijk dat je hem hier goed vast hebt. Ik zie zo vaak die wedstrijden, hier zit de kloten, hier. Dus dat wel goed hebt, dan zit je, nou dit kan je tegenhouden. Maar het is het doen. Ja, hier zit hij vast. Precies op het uiterste punt. Hier loopt namelijk die scheenbeen, in de rachterloop parallel in scheenbeen, die kaartbeen. Dat is een heel dun bordje. En je drukt je als het ware omhoog. Met de scherpe kant van je onderarm. En dat moet je aanvoelen, dat moet je heel veel trainen. En dat moet je gewoon veel oefenen. Kijk, hier. Het is zo makkelijk. Het is zo makkelijk. Maar als je het goed doet, dan win je daar je wedstrijd mee. Maar als je hier zit te rollen, dan kun je wel uren blijven trekken. Hier heb je helemaal last. Nee, hier. Omhoog. Zitten. Nog een hele techniek. Ga niet te dichtbij. Pak hier je been. Dan ben je hem ook weer kwijt. Blijf. Probeer hem eens los te trekken, coach. Hier, dit is vast. Zie je? Op je vast. Hier en hier. Hier. Dat. Zie je? Je blijft staan. Dan ga je achterover. En dan zit het op. Zie je? Het is alleen maar die scherpe kant. Op zijn kaartbeen trekken. En als je dus doet, dan zit hij helemaal op. Jongens, applaus voor je coach.